Eerlijk? Ik zou het ook niet weten. Daar gaat hij. 3, 2, 1. Steen, papier, schaar. Oké, okay, kijk, bam, bam. Jij valt af. Doei. Het is of nagellak, maar ik denk toch niet. Of het is de camera. Of... Nee, ik denk dat het... of de zebra zou kunnen zijn. Hoe noem je de mantel van Sinterklaas? Wat? Wat is een mantel? Een cape? Nee, het heeft toch geen cape? Het is Superman. Oké, okay, oké. Okay. Noem 3 woorden die beginnen met de letter Z. Zee, zon en... Hoi, ik ben Juf Joyce en ik sta 5 dagen in de week voor groep 8. En vandaag neem ik jullie mee hoe ik Sinterklaas vier met mijn kindjes uit groep 8. Het zijn natuurlijk niet mijn kindjes, maar je snapt het. Maar ik werd wel wakker dat ik dacht, oh, ik maak natuurlijk ieder jaar een klassegedicht. Dus ja, dat ben ik dus nu aan het doen. Ik lees alvast voor wat ik heb. Even kijken, lieve kinderen uit groep 8, dat een tweede jaar met jullie nog steeds leuk zou zijn. Had ik zeker wel verwacht. De groep is hechter dan ooit en dat maakt mij als leerkracht blij. Blij met jullie. Blij dat het... Blij dat jullie het met elkaar kunnen delen, maar ook met mij. Al heb ik soms mijn bui, trekken jullie mij hier uit. Daarvoor wil ik jullie bedanken dat jullie ook rekening houden met mij. Dat maakt het waarom ik graag op werk hier. Dat maakt het waarom ik graag hier bij jullie wil zijn. Jullie kunnen grappen, maar daarna ook keihard werken. Dat jullie er voor elkaar zijn als dat nodig is, kan ik ook zeker merken. Ik vind het een applaus waard dat jullie zo goed met elkaar omgaan. Jullie helpen, lachen, troosten. Jullie zullen voor elkaar te woord staan. Wat vind ik nog meer? Spelletjes spelen. Jullie zijn zeker fanatiek. De juf zal ook niet ontkennen. Ik ben ook zo'n type. Maar daar. Oh, inspiratie. Dus laten we nu hier zijn en niet daar. Dat is een beetje raar. Ja, klinkt ook wel. Lachen. Oh my god. Ik weet dat een gedicht niet hoeft te rijmen, maar ik ben wel echt een rijmer. Maar dit is irritant. Lachen. Hij moet anders. Kunnen kraken? Nee. Maken, staken, laken, vragen. Maken. Maken. 10 minuten bezig met een gedicht. Ik denk dat dit hem is. Op deze dag is het feest, want een groep 8 zoals jullie is een groep dat je niet snel vergeet. Bam! Toch maar weer voor elkaar. En uit het hart hoor. Uit het hart. Op mijn account is dit. Wat zeg jij? Nee, als ik ze plaats, voordat ik ze plaats, kijk ik ze nog eventjes of alles klopt. Mijn eigen video's? Eerlijk? Nee. Waarom zou je jezelf liken? Dat is echt raar. Waarom? Een like erbij, is dat belangrijk? Wauw. Bij ronde 1 en 2 kan je een handje pepernoten verdienen. Dan gaan we nog even een beetje inkomen. En dan hebben we ronde 3 tot en met ronde 8. En dan gaan we dus per ronde kijken welk groepje heeft gewonnen.
En die mag dan zijn of haar surprise pakken. Laten we het licht zo. Ja. Lekker in de dark. Ronde 1. Dan moet je je eigen naam bedenken voor je groepje. De meest originele naam krijgt een handje pepernoten. Jullie hebben nu 2 minuten de tijd en dan moeten jullie op het wisbordje schrijven. Binnen 1. Nee, dat is... De paarden. Nee. Zijn jullie al klaar? Nou, doe die hem gewoon. Meid er ook zo snel. We doen gewoon ook zo snel. 3, 2, 1. Show me your name. Oké, ik ga ze even lezen. Puppy Pieten. Omdat het pubquiz is. De verbrande pepernoten Pieten. En wat is dat? De 8 pepernoten. Wat is dat? Domertjes.nl. En ook zo snel. Wat ja, vind jij? Ik heb denk ik mijn keus gemaakt, maar jij mag het ook. Als we allebei 2 punten uitdelen, dan kijken we welke overeenkomt. Dus 1 punt voor 1 groepje? Ja, en ander. En misschien hebben wij wel bij 1 groepje hetzelfde. Ja. Oké, nou ik geef sowieso toch aan ook zo snel. Ja, ik ook. En dan mag jij nu. Dan, wacht. Oké, jij had die. Ja, ik had de verbrande pepernoten. Dus dan is het toch dit. Ja. Er komen plaatjes tevoorschijn. En dan moeten jullie raden uit welke landen het zijn. Je schrijft ze eerst allemaal op. En pas aan het eind geven we de antwoorden. En wie de meeste goede antwoorden heeft, die wint dan deze ronde. Oké? Plaatje 1, waar is dit? Schrijf op je wisbordje. En nog niet laten zien, hè? Suriname, Afrika. En wat staat daar? Ja, het is Curaçao. Ik zei je toch. Komt-ie. Waar is dit? Peru. Eerlijk, ik zou het ook niet weten. Even kijken of je het ergens aan kan herkennen. Ja, die Ezel. Maar ik denk dat ik zoek op Duitsland, maar Duitsland is niet aan ezels. Laat maar zien. Ik zie Spanje, Roemenië, wat staat daar? Polen, Turkije en Peru. Het is geen van alle, hè? Het is Frankrijk. Oké, allemaal klaarstaan. Hallo, het is spannend dit. Oké. Jullie moeten allemaal op hetzelfde tempo als dat ik zeg. Steen, papier, schaar. We gaan even oefenen. Steen, papier, schaar. Dat is geen zelfde tempo. 3, 2, 1. Steen, papier, schaar. Dat is het tempo. Oké. Ja? Daar gaat hij. 3, 2, 1. Steen, papier, schaar. Oké, kijk, bam, jij valt af. Doei. Oké. Adem in. Dit is echt. Oké. 3, 2, 1. Steen, papier, schaar. Nog een keer. Steen, wacht even, rustig. Goed luisteren. En dan komt-ie. Steen, papier, schaar. Ja! Ja! Dit wordt leuk. Want wij gaan nu onze surprises pakken waarvan wij denken dat die van ons is. Voor sommigen zal het vanzelfsprekend zijn en voor anderen is het heel erg lastig. Dus ik stel voor dat we met z'n allen gaan kijken en denken welke van jou is. Maar het is toch wel leuk om de beurt te doen. Leefje, jij mag als eerste. Welke denk jij dat van jou is? Nee, kijk maar of je naam erop staat aan de onderkant met een envelop. Wat nou als je naam er niet op staat? Ja, dan mag je het niet zeggen wat voor naam er wel staat. Maar het is heel goed vastgeplakt. Oh, dan mag je er even af.
Ik denk wel dat hij voor jou is, maar we moeten het wel zeker weten. Misschien is juf Elena wel gek om Lego en is hij van haar. Ik heb hem ook gezien. Ja, oké. Okay. Dan mag jij hem alvast daar. En dan mag je je envelop alvast openen. Gaan we straks allemaal voorlezen. Wie denkt het ook al te weten? TJ, mag jij gaan zoeken welke denk jij dat van jou is? Oké, okay, kijk maar onderop op de envelop of die echt van jou is. Ja, oké. Okay. Wie van jullie denkt ook te weten? Weet je het allemaal? Ja. Ik weet het oprecht niet. Jersey. Ik heb een vermoeden, maar... Ja, we gaan het samen even overleggen. Het is toch niet vanzelfsprekend, hè, dat familie de surprise is. Voor? Nee, daar heb ik niet op mijn ding geschreven. Nee, ik heb er drie in mijn hoofd die het kunnen zijn. Drie. Nee, ik heb er drie in mijn hoofd. Oké, moet je even kijken. En voor jezelf houden, hè? Want dan weet je of jouw naam er of niet op staat. Want dan... Even zitten, jongens. Tranquilito. Oké, nou, dan moet je nog een keer zoeken. Oké, Jersey. Wat zou voor Jersey haar surprise zijn, denken jullie? Ik denk misschien sushi. Nee, is voor Jersey. Jersey is helemaal verslaafd aan sushi. Is dat zo? Kijken of je naam erop staat. Ja, leuk. Oh, en Patrick nog, hè? Dan die blauwe. Welke blauwe? Jump skills. Oké, ga kijken. Jump skills. Oh, dat zou ook nog kunnen, want dat is ook trampoline. Ga maar kijken of je naam erop staat. Ja! Maar je zat wel goed, want het was iets met trampolines. Oké, ik heb drie surprises in mijn hoofd die het voor mij zouden kunnen zijn. Ik zou het grappig vinden als het helemaal niet een van die drie zou zijn. Ja. Nou, ik denk... Maar het kan ook een hele andere zijn. Maar dat... Oké, vuurwerk is sowieso niet voor mij. Gitaar is niet voor mij. Gitaar denk ik ook niet. Nou, voetbal sowieso niet. Drone niet. Oké, ik had... Maar ja, ik denk eerder dat deze voor iemand anders is. Maar ik had ook nagelslak opgeschreven. Ik zie daar ook iets met een camera, dus dat zou kunnen slaan op het vloggen. Ik doe niet aan Pokémon Go. Ik vind wel tekenen leuk, maar ik denk dat het te maken heeft met een slang. Dat is niet mijn lievelingsdier. Dus het is of nagellak, maar ik denk toch niet. Of het is de camera, of... Nee, ik denk dat het... Of de zebra zou kunnen zijn. Nou. Maar dan heeft iemand wel out of the box gedacht. Maar dat weet ik dus niet. Ja, of het zou die alpaca kunnen zijn. Dus dan hebben we het over de vlog, zebra of alpaca. Welke niet? Nou, ik denk dat zo niet. Zal ik die proberen? Ik denk die juist niet. Ik weet het niet. Mede doet hoor. Wacht, je moet me even. Hou hem eens hoog en dan kan ik even spieken. Spieken, spieken, spieken. Oh ja, helemaal hierdoor kan. Ja, ik ga spieken. Is het voor mij? Ja, ik heb hem in één keer goed. Ik zoek naar Pokémon, maar dat werkt meestal niet. Regelmatig is hij achter zijn computer te vinden om samen met zijn vrienden elk spelletje om zijn vingers te winnen. Ook buitenspelen vindt hij leuk en met voetbal ligt hij vaak in een deuk. Pepernoten vindt hij ook echt lekker. En als Piet dan weer weg is, balt hij ook dan als een stekker. De avond is weer gekomen en Sinterklaas heeft voor Patrick het leukste cadeau meegenomen. Als ondeugd word je herkend en als je zo doorgaat word je nog... Bij jou zou schenken. Nee, er was een groot probleem. Maar pak je Piet. In het Pietenhuis hadden ze jouw cadeau... Je houdt zoveel van vloggen, maar zeker niet van joggen. Je krijgt nu wel dit mooie ding, maar het kost de Sint wel veel ping-ping. Juf Joyce weet zonder poen toch nog veel te doen. Met een TikTok-filmpje op het schoolplein verdiende de juf kaartjes voor de film. Dat was heel fijn. Dat was een extraatje voor de klas. Dat kwam nu in coronatijd wel van pas. Kijk nu maar wat hierin zit. En Sint wens je... Verder een hele fijne rit. Groetjes Sint en Piet. Leuk. Wow.
Wat ik zo in jou bewonder, je bent zo ontzettend bijzonder. Als je iets doet, dan doe je het ook goed. Hopelijk gooit Piet zijn snoep in jouw hoed. Je bent welkom in elke groep, keer op keer. Want jij brengt bij iedereen een gezellige sfeer. Je hebt veel lef, durf alles aan, je bent heel stoer. Maar wat wil je ook als enige meid met 3 keer een broer oog? Je bent... Ik ga raden. Oeh, zou dit ook het kind hebben geschreven? Het is iemand die niet recht kan knippen. kijk, maar het handschrift, daar kan ik hier niks uit halen. Is het een meisje of een jongen? Ik denk een meisje, als je naar de envelop kijkt en dat handschrift op de envelop. Ja, ik denk inderdaad wat je zegt, een meisje. Maar het kan ook een jongen zijn. Nee, maar het kan niet. Dan heb jij dit niet geschreven. Dit is niet jouw handschrift. Dit is niet Tiziano's handschrift. Waar heeft Tiziano? Nee, want er zit een grote rol. Nee. Nou, ik dacht... Eerst... Joy. Oké, nee. Vraag het. Ja, ik zou gewoon raden. Oké, Famke? Ja! Leuk! Want ik ga mijn haar laten groeien. Ik zat te denken. Sint zat hier. Sint zat te denken. Ja, eigenlijk schenkte. Dat is echt waar. Iedereen schrijft dat in de gemeente. Ik niet schenkte. Hij moet exact kloppen. Wat is er? Sint de pizza is te lekker. Hoe noem je de mantel van Sinterklaas? Wat? Wat is een mantel? Een cape? Nee, dat heet toch geen cape? Het is Superman. Zijn mantel, dat heeft een moeilijke naam. Nee, een mijke. Oh mijn lord. Dit is wel echt... Ik ben bang zelfs dat jullie dit vorig jaar ook al in de quiz hadden. Dat jullie het ook al niet weten. Nee. Nee. Ja, let op. Ik ben streng. Ik ben streng. Een tapper, dat is iets wat je kan tappen, zoals bier. Dus dat is niet dat. Een tabber is eigenlijk ook niet goed. Want het is een tabbert met een D. Ja. Ja, cape. Ja, maar mijn Het is Turks, allemaal een punt. Ja! Yeah. Dat is mooi. Dit is echt vet. Ik ben zo benieuwd wie deze heeft gemaakt. Deze is jong. Ja, die heeft gemaakt. Ik gokte misschien de sushi. Oké, mag je gaan spieken? Voorzichtig. Spieken. Zie gewoon niet kijken. Ik kijk nu. Nee, kijk nu omhoog. 1 keer zeggen en gebeurt nooit meer. Oh. En? Ik kijk alleen naar dat sojasaus. Sojasaus? Eigenlijk gewoon kitchen. Ja. Oh, zal ik je helpen? Ja! Dit is je laatste jaar op de Zwaan. Het is de hoogste tijd om de wijde wereld in te gaan. Met deze drone... Houden wij de je in de smiezen. Het komende jaar zullen we je niet uit het oog verliezen. Piet had dit jaar weer een hoop loodjes klaar. Op dit loodje stond een boel. Veel daarvan vond Piet erg cool. Lekker eten en wandelen stond erop. Ook dit vond Piet helemaal top. Lekkere sushi, smullen. Maar,
En daarom staan deze sushis hier nu klaar. Wasabi en soja, roer het maar door, want dat maakt het eten echt lekker hoor. Geweldig! Zeg je die niet dan? Nee, vanmiddag had ik die op de plek zodat de sushi ging neerzetten. Heel slim, heel leuk gedaan. Zo dan, hallo. En nog een. Niet te meer geld uitgeven, hè? Nee, was niet. Nee, grapje. En dit. We hebben ook iets burgers. Dit is gratis. En ga maar waar, man. Wat? Gratis. Gratis, hmm. Dit moet je er nog even voor snijden. Ja, dat is mijn flink verwend. Ja. Dit heb je. €2, nee, 3,25. Oh. Ruiken ze ook nog? Ik weet het niet. Oh, wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Dit is een kringzoek. Ja, ja. Anders past het er niet in. Oh, wow. Oh, soja. Ja, dat is we hebben niet gebruikt, maar het was nee, dat snap ik. Oeh, Jada, en die ga je delen. Dat staat van J van Juf Joyce. En een J van Juf Joyce. Groep 8, daar zijn we dan. Het laatste Sintfeest op de basisschool. Daar waar je nog gerust stickertje kan spelen en Justin Bieber hebt als idool. Grapje. Blijf wie je bent, want zoals je bent is goed. En verlaat alsjeblieft deze basisschool met een lading moed. Want jullie gaan het doen. Jullie slaan straks je vleugels uit. Maar laten we niet te snel vooruitkijken, want zover is het nog niet. We hebben nog een mooi half jaar met elkaar, dus geniet. Fouten maken mag, zeker hier bij mij. Gebruik je groeitaal, dat brengt je zeker iets bij. Op deze dag is het feest, want een groep 8 zoals jullie is een groep 8 dat je niet snel vergeet. Mooi. De klas en wil jij een stokje trekken voor degene die je mag openmaken? Zeker! Jij mag echt vaak dat soort dingen doen. Nou, het zijn dit jaar geen wandelende takken. Ook geen baby's. Maar... Tromgeroffel! Wat is het? Dit is het 5 seconden spel. Het razendsnelle woordspel voor snelle denkers. Bijvoorbeeld noem 3 beroemde sporters. Een vraag waar je makkelijk antwoord op kunt geven. Maar lukt dat ook als er een timer van 5 seconden wegtikt? Noem 3 sprookjes. Stop. Het... Precies. Okay. Noem 3 dingen in een gymzaal. Nee, man. Dit is niet goed. Noem 3 dingen met knoppen. Ja. Oké. Noem 3 woorden die beginnen met de letter Z. Dus hij heeft gewonnen en heeft het groepje bedacht. Dus jullie gaan battelen. Ja. We doen het zo. Ik begin met Jack. Als je wint, dan blijf je daar. Ja? En dan ga ik 1 voor 1 steeds. Oké. Noem 3 kleuren. Rood, paars, blauw. Goed. Oké. Deze zijn wat makkelijker namelijk. Oké. Anders gaan we de moeilijkheid uitspreken voor jou. Noem 3 vormen. Vierkant. Huis. Oh, Vanke, noem 3 sporten. Handbal, voetbal. Oké, we gaan moeilijker, Noem 3 rode dingen die je kunt eten. Oké. Nee, je hebt echt rode appels. Oké. Zeger. Noem 3 jongensnamen met de letter A. Ali,
drie dingen die je in de lucht kunt doen. Vliegen. Jack heeft gewonnen. Ja, Jack. Jullie groepje. Toch nog, hè? Er zitten 5 verrassingen verstopt. Helaas moet die wel... Dan wel helemaal kapot. De hond is goed te houden. Helaas is hij een beetje verkouden. Hij heeft ook wat buikpijn. Dat is pas niet fijn. Ook doet hij zijn hoofd een beetje zeer. Dat komt door het koude weer. Bij Riva moest hij zeker zijn. Want dat is echt een druk konijn. Aan hobby's heeft Riva gebrek. Vinders, voetbal, trampoline springen. Het zijn nogal wat dingen. Waar kan Sintje hem echt mee verblijden? Natuurlijk met het paard Kofi rijden. Maar deze alpaca komt naar je toe gesneld. Jij bent namelijk zijn held. Kleuren en tekenen is iets wat jij erg leuk vindt. Dit is iets wat ons bindt. Door jou heeft deze Piet ook weer de kwast gepakt. Dit schilderij heeft Piet zelf gemaakt. Had jij dat verwacht? Straks maar verzoeken in alle gaatjes en hoeken. Niet alleen de spullen van Plankton zijn weg. Ga maar gauw zoeken, anders heb je erge pech. Wie heeft jouw surprise gemaakt, denk jij? Plank is toch al gekozen? Meen je niet? Planken. Nee, die had mij. Oh ja. Dat weet ik niet. Ja, dat doe ik toch expres? Wie heeft jou surprise gemaakt? Joy. Ja, goed gedaan. Meike, wie heeft jouw surprise gemaakt? Leuk dat je het niet weet. Wie denk jij? Ik heb echt geen idee. Je moet toch raden. Je mag 3 keer raden. Ik weet niet meer wie is gemaakt. Ja. Poging 2. Wat? Oké, laatste poging. Ik denk dat ik het nu wel weet. Wat? Ik kan niet hoor. Ik wel. Maar, ja. Ik denk een jongen. Nou, dan ga raad maar. Raad nou. Raad. Raad. Nee. Ik dacht ook jou. Jij is zo geniepig. Wie is het dan? Wie is het dan? Oh, jij bent het. Ja. Oh. Oké, Liv, jij mag raden. Ja. Ja. En ik zie gewoon dat je gaat nooit. Dat zie ik op dat bord soms. Ja, ik probeerde een beetje à la Luca, maar dat lukte me niet. Ja, dat was het. Maar ik heb hem inderdaad gemaakt. Hij is ook. Hij is ook. Hij is ook. Hij is ook. Daar heb je ook. Daar zie je het. Je moet in zijn maag kijken. Feestdagen. Ik heb het zo. 3. 2. 1. Laat maar zien. Ik heb geen idee hoe je. Het is Thanksgiving. En hij is. Fout. Nee, hij is overal goed. Dus iedereen een punt. Oké, we plakken een ronde erachteraan. Komt-ie. Meer keuzevragen. 1 punt per juist antwoord. 30 seconden per vraag. Hoeveel kruidplanten eet een Nederlander ongeveer? Dus eten we 250 gram, 500, 750 of 1000 gram? 3, 2, 1. Laat maar zien. Het is antwoord D. Ja! Gedichtjes? Hebben jullie je gedichtjes gevonden? Ja. Hou van een hele grote zak. Oh, voor mij.
Voor mij. Allemaal cadeautjes. Voor mij. Voor mij. Disco party. Yeah. Leuk man. Leuk gedaan. Panda al. Cadeautjes, cadeautjes, cadeautjes. Oh, jij hoeft niet zo ver te zoeken. Dat is mooi. Want vuurwerk is uit de handel. Sint vindt dat jammer, want hij houdt niet van gejammer. Want jij, Luca, hebt een streepje voor bij de Sint. Wie heeft deze cute doggy gemaakt? Doggy doggy. Ik weet niet meer wie er allemaal over zijn. Nou en? Eerst raden, daarna maar zeg ik vingers omhoog. Raad maar, die twee. Jaap. Jaap? Nee, die is er niet. Nou. Ik heb geen idee. Kijk, vertel het me nou. Abby. Nee. Oké, okay, dan vingers. Wie zijn er over? Over? Ja. Jij niet. Jawel. Drie keer is nog niet. Nou, wie heeft het gemaakt? Liv. Nee. Dan nog een keer. Liv Elena? Nee. Nee. Zeg het maar. Jack. Jack heeft het gemaakt. Leuk, Jack. Ja. Oké. Okay. Oh! Hey, dat lukt wel, hoor. Ja, dat lukt wel. Zit je erin? Ja, dat dacht ik ook, ja. Ja. Oké. Okay. Pauze. Surprise zijn gedaan. Oké, het duurde toch langer dan verwacht. Zoals ieder jaar dat je denkt, lukt wel, lukt niet. En straks gaan ze kiezen tussen tekenen in rust bij groep 7 of spelletjes bij mij. Ik kies spelletjes. Nu even fresh air en eten. Moet niet vergeten, ook als leerkracht moet je eten. Ja, en opladen de telefoon, want ik heb 12%. We gaan dit spel spelen. Want het is spelletjes tijd. Slagroom. Slagroom snoet. Oké. Okay. Hoe werkt het? Hier gaat slagroom op. Je moet je draaien aan dat wieltje. En hoe vaak die is, zo vaak moet je draaien. Oké, okay, even instructie. Wacht even, wacht even. Dus je hebt dat ding, daar doe je je hoofd in. Dus dan doe je zo bijvoorbeeld. Je legt je kin op. En dan moet je één keer draaien, dus zo. Ja, dat is de volgende. Ja. Is dit? Wanneer is het één keer draaien? Oh! Zeg maar, dan moet je draaien hier. Welke kant? Achter. Die kant? Ja. Niet naar de toe. Die kant? Ja. Van je af? Oh ja. Ja, van je af. Mag ik beginnen? En dan moet je steeds, dan moet jij bijvoorbeeld één keer draaien. Wanneer? Volgen. Ah! Ja! Leuk! Mag ik beginnen? Nee, maar die slag heb ik wel echt. Niet zo heel veel. Ja, nou, lekker veel. Veel. Okay. Ga maar draaien. Nee, niet zo veel, want anders... Maak jij foto's? Ja! Oh, oh, oh. Maar je moet wel gaat u. 1, 2, 3. Oh, niet! Oh, 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 oh. Nou, ik begin. Ik ben gelijk helemaal vies. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Nou, ik denk anders. Allemaal make-up gaan. Ja, daarom. 2? Oké, van je af, hè? Nee, ja. Ja. 1, 2. Oh! Oh, Minke. Oké, Minke, draaien. Ik ben bang. Oh, nee. 3. Oké, kom op de hoofd. 1. Ja. 2. Ja. Juf, dit is gek gezicht, man. Skurme. De waarheid. Ik ga lachen als je 4 krijgt. Gewoon doen we opeens 1. Nee. 3. Oh. Van me af, hè? Ja. Ja. Nee, van me af. Van me af, je? Van me af. Ik zei van je af, want als je naar achter doet, komt hij links. 3 keer. Ja, 3 keer. Oh my god. Allebei tegelijk, we moeten hem neerzetten. Schat, gaat het kijken. Oh, wacht. Waar moet hij weer? Van me af, allebei tegelijk. Ja. Oh! Dit is 1. Toch wel! Ik denk dat je nu wel slagroom moet zitten. Ja, nu
wordt er oh. wel geslagen. Maar hier is ook nog, hè? Ja. Zo. Ja. Ja, ja. Hij is wel heel vies. Ja, heel grappig. Oké, dan gaan we weer aan. Mag je aan? Ik ga hem over. Oh jee. Lisa wil opeens meedoen. Haar lippen zift. Mag ik ook meedoen? Lisa, je lippies. Oké, okay, ja, mag. Ja, dat is best lastig. Drie. Oké, oké. Okay, okay. Het is de drie en de twee. Nee, het is drie. Drie, mevrouw. Komt ie. Eén. Nee, nee, je moet naar van je af, van je af. Eén. En. Geef twee baardkat en dan wil ik een kaart van jou spelen. En kijk eens aan. Terugleggen in de stapel. Oh, het zijn nog maar vijf of zo. Oké, kan je dit netjes doen? Deja vu! Voorwerp voor de tweede keer hebt gezien, moet je het voorwerp pakken. Dus stel je voor, je ziet een hamer. Maar kijk, ze lijken heel erg op elkaar. Maar kijk, hier komt hij weer. Als hij dus voor een tweede keer is geweest, dan moet je het voorwerp pakken. Oké, nou ik ben niet naar de andere kant geweest. Was het leuk tekenen? Ja. Ja? Oh, lekker. Lekker chillen. Spelletjes, ja, ik heb weer nieuwe spellen aangeleerd. Dat is echt leuk. We hadden Exploding Kitten. En Deja Vu. Deze is leuk, hè? Nee, ik weet niet wat het is. We gaan raden. We gaan even raden. Oké, het is iets ronds, voel ik. Ja, een telefoon. Stuifbal. Iets voor buiten geeft ze altijd. Voel eens. Oh, hij is al open. Hij is al open. Een mie. Meike, kom maar halen. Zeger. Jack. Mag ik hem openen? Nee, allemaal tegelijk. Dat is geweldig. Maak maar open. Oh, dat is een stem. Oh, dat is een stupid ding. Wat is het? Wat is het? Het is een spiezel, die moet je snijden. Oké, het idee was om vroeg naar huis te gaan. Dat is niet helemaal gelukt. Had wel gekund, maar zo gaat het leven. Ik ga nu lekker naar huis en lekker genieten. Ja, dit is dus van een surprise wat ik heb gemaakt. Dat goud geeft echt ontzettend af, maar goed. In ieder geval ga ik lekker spelletjes spelen vanavond. Dus ik neem al mijn spelletjes weer mee naar huis. Lekker simpel eten. Eventjes tot rust komen. Alleen op de bank. Dus ik sluit hem hier af. Zo vier ik mijn Sinterklaas. Ik vond het beter gaan dan vorig jaar. Ja. Ja, dat vond ik beter. Wat ging er nou beter? De kinderen waren op zich, ja, waren weer andere kinderen heel druk. Maar ik vond de sfeer op zich wel fijn. Beter. Het begin was eventjes iets aan de hand. Maar goed. Dat heb je. Je moet er ook blijven ja, bovenop zitten met dit soort feestdagen. Ik weet je, kijk, ik kan wel allemaal denken van, nou joh, ik doe het allemaal niet. Maar ja, dat gaat toch vervelend blijven. Dus nee, de quiz was heel leuk. De surprise waren heel mooi. Heel leuk gedaan.
Dus ik al met al een geslaagde dag. En de middag was echt heel fijn. Gewoon lekker tekenen daar. Lekker spelletjes hier doen. En nou, ik heb niet echt iemand ze donder moeten geven tijdens het spelletje spelen en het tekenen. Dus al met al geslaagd. En nu heel lekker weekend vieren, Sinterklaas vieren. En dan is het weer maandag. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.